Dag lieve mensen, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik zie er echt gewoon niet uit. Ik heb vrij weinig aan mezelf gedaan. Maar dat komt omdat ik gewoon puur en alleen jullie even attent wilde maken op iets wat op deze tijd van het jaar misschien best wel belangrijk kan zijn. Of belangrijk, nou ja, handig. Het einde van het schooljaar nadert of is voor sommigen van jullie misschien al genaderd. In ieder geval, je laat school achter je, geniet van de vrijheid, nog niet van de zon. Nederland moet dat ons nog even gunnen, maar oké. Okay. In ieder geval, het enige wat je eigenlijk overhoudt van je schooljaar zijn je studieboeken. Die papieren en alles, je gooit het weg, maar je studieboeken, die heb je nog. Nou moet je natuurlijk een aantal boeken inleveren op school. En volgens mij bestelt iedereen zijn boeken in Nederland bij Van Dijk. Maar eigenlijk weet ik dat helemaal niet zeker. Dus het zou heel erg zijn als het niet zo is. Maar dat denk ik. Dus je wordt dan geacht om bepaalde boeken op school weer in te leveren. Maar als je eens op die lijst kijkt. Heel veel boeken die je hebt hoeven niet terug. En hoe tof zou het nou zijn als je met die nutteloze boeken geld kunt verdienen. Want ja, natuurlijk kunnen we ze allemaal gewoon scheiden. En bij het papierafval leggen. Maar wat is er beter dan en verantwoord je boeken kwijt te zijn en er geld aan te verdienen? Ik bedoel, hello. En ja, ik had het idee dat toch eigenlijk niemand wist, nou ja, bijna niemand dat dit überhaupt kon. Want soms dan zei ik het en dan zeiden mensen, oh my god, kan dat echt? Dan dacht ik, ja, didn't you know? Dus vandaar, ik dacht, ik laat het jullie ook even weten, want ik wil natuurlijk alle mensen hier ook van laten meegenieten. Goed, even in het kort, er is dus bij Van Dijk een regeling dat je de boeken terug kunt verkopen. En ik ga jullie laten zien hoe je dat doet. Kijk maar mee. Van school en Van Dijk heb ik een lijst gekregen en daarop staan al deze boeken. En dat betekent dus dat deze boeken terug moeten worden gebracht naar school. Deze boeken daarentegen heb ik dus niet nodig en kan ik gaan verkopen. Goed, het eerste wat je doet is naar de Van Dijk site gaan. Je logt hier bovenin in op je account. En dit kan gewoon met je klantnummer. Dan links in de kolom zie je verkoop je oude studieboeken. Daar klik je op. Je scrolt vervolgens naar beneden en hier kun je je school en je plaats invoeren. Als je school er nou niet tussen staat, klik je op. Staat je school er niet bij, klik dan hier. Hier voeg je je ISBN-nummer in van het boek. En die kun je vinden op de streepjescode. Het nummer wat daaronder staat, dat is je ISBN-nummer en dat voer je daarin. Je scrolt nu naar beneden en ziet hoeveel het boek waard is. Nou, dit boek is €17,94 waard. Ik klik op de voorwaarden en verkopen. De gegevens kloppen, dus ik verstuur hem. Dan krijg ik mijn verkoopbevestiging. Die download ik. Voor het voorbeeld heb ik even één boek genomen. Maar als je dus meerdere hebt, voer je die dus allemaal in en download je daarna pas de verkoopbevestiging, niet na één boek al. Vervolgens print ik deze gewoon uit, want die heb ik nodig. Deze boeken kon ik helaas niet terugverkopen, waarschijnlijk gaan ze niet meer door met die methode. Dus die verkoop ik op bol.com. Hier heb ik ook een verkoopaccount en daar heb ik ze gewoon opgezet. Misschien heeft iemand die nodig, zo niet gooi ik ze gewoon weg. Maar ik heb ze hier gewoon opgezet voor €12. Goed, dan gaan we nu inpakken. Doe het met een beetje stevig papier. Ik heb hier gewoon kafpapier. En doe het gewoon stevig, want je wil niet dat je boeken onderweg kapot gaan. Dat zou zonde zijn, de waarde daalt of ja, je krijgt helemaal geen geld. Goed, ik tape dit dicht, pak het in. Vervolgens schrijf ik het adres erop. Ik doe het trouwens niet zoals ik. Het verkoopbewijs moet erin zitten en dat was ik even vergeten. Dus ik heb gewoon weer even de verpakking opengeknipt en erin geschoven. Maar let daarop, je verkoopbewijs moet er absoluut bij zitten. Je hebt er ook nog een kopie, die bewaar je voor jezelf. Daar kun je mee aantonen dat je het daadwerkelijk verstuurd hebt. En ik pak hem gewoon zo weer dicht. Ik schrijf het adres op, dat staat op je kopie. Het is een antwoordnummer wat betekent dat je niet hoeft te betalen voor verzendkosten. Dus je brengt het gewoon naar je postkantoor en zij versturen het zonder dat je ervoor hoeft te betalen. Goed, ik breng vandaag mijn pakket nog naar de post. En dan wordt hij gewoon opgestuurd zonder kosten. Krijg ik mijn geld? Wel wil ik jullie even op attenderen dat je niet per se het geld krijgt
wat bepaald is. Want ze gaan natuurlijk gewoon de werkboeken echt goed controleren. Mist er iets? Is er ingeschreven? Is er toch iets niet goed of wat dan ook? Of weet ik veel, misschien gaan ze die methode niet meer gebruiken. Dan krijg je dat geld gewoon niet gestort. Zij houden de boeken dan wel, maar je krijgt het geld niet. Maar ja, of dat nou echt erg is, ik bedoel, je hebt dan toch niks meer aan dat boek. Want ja, ze nemen natuurlijk alleen maar boeken aan die er echt nog goed uitzien. Dus als je je boeken kwijt moet en je wil wat geld bij verdienen, weet je nu hoe dat kan? Ik hoop dat jullie hier iets aan hadden. Beetje korte video misschien, maar ja, ik dacht gewoon, dit is handig. Dus laat me weten hier beneden of je dat ook gaat doen en of je dit nuttig vond. En doe anders even een duimpje omhoog. Hier beneden kun je ook nog eens abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan had. Maar vergeet gewoon dat ik een klein beetje lief te zijn voor elkaar. Joe, tot ooit!